Welkom! In deze video ga ik jullie wat uitleggen over het molair volume. Dit is eigenlijk weer een extra rekenstap die we toegevoegd. We hebben al leren omrekenen van mol, het aantal deeltjes moet ik eigenlijk zeggen, naar de massa. Dus naar de grammen. We kunnen dat massa naar volume omrekenen, heb je al bij NASC geleerd in de tweede. Dan ga je met de dichtheid aan de slag. En zo gaan we nog eentje toevoegen, het molair volume. En wat is nou het geval? Bij gasvormige stoffen kan je direct van het mol naar het volume zonder via de massa te gaan. Bij gasvormige stoffen kan dat alleen. Bij vaste stof en vloeistoffen zul je eerst een aantal deeltjes om moeten rekenen met de molmassa. Naar hoeveel gram het is, naar hoeveel de massa is en dan pas kan je via de dichtheid naar het volume. Maar bij gasvormige stoffen kan je dus gewoon hop deze shortcut maken. Dus alleen bij gassen geldt dit. Nou, waardoor komt dat? Het volume hangt bij een vaste stof niet alleen maar af van het aantal deeltjes. Niet het aantal deeltjes alleen op dat volume, maar ook hoe groot die deeltjes zijn. Want dan heeft die massa weer mee te maken. De dichtheid. Nou, heel simpel. Als ik namelijk bijvoorbeeld natrium, de stof natrium, de vaste stof natrium vergelijk met de vaste stof ijzer. En ik zou van beide 9 atomen pakken. Dan neemt natrium dit volume in, terwijl ijzer dit volume inneemt. Omdat ijzeratomen nou eenmaal veel groter zijn dan natriumatomen. Dus groter volume. Dus je kan niet zomaar van het aantal deeltjes gaan uitrekenen wat het volume dan is. Dan moet je ook via de massa liggen. Bij gasvormige stoffen zit het anders als we kijken naar die molecuultekening. Dit is waterstof, 10 waterstofmoleculen en hier zijn 10 koolstofdioxide moleculen getekend in de gasfase. In de gasfase zitten de deeltjes heel ver uit elkaar. De grootte van de deeltjes is dus relatief behoorlijk klein ten opzichte van de afstand tussen de deeltjes. Dus wat bepaalt nou het volume van het van dit gas? Het is dus het aantal deeltjes en dus ook de afstand tussen die deeltjes. Maar niet het soort deeltje. Dat maakt niet zoveel uit dat die groter is, die CO2-moleculen. Dat scheelt helemaal niks. Dus bij gassen kan je zeggen, als jij het aantal deeltjes weet en je weet hoe ver ze van elkaar vandaan zitten, kan je gewoon het volume berekenen. Nou, hoe ver ze van elkaar vandaan zitten, dat heeft te maken met de temperatuur en de druk. Dus zolang we de temperatuur en de druk gelijk houden bij een gasvormige stof, dan kan je gewoon zeggen, als je het aantal deeltjes weet, kan ik gewoon het volume berekenen. Dat zou dus een constante zijn. En dat is het zogenaamde molair volume. Nou, dat heb ik allemaal hier verteld. Dit volume noemen we dus molair volume. Dat geven we ook al aan met de hoofdletter V, kleine letter M eronder. En die wordt meestal aangegeven in kubieke decimeter mol. Maar in de binnenland staat ook alweer in kubieke meter mol juist eigenlijk. En die staat in Binot's tabel 7. Daar staan twee waarden voor het zogenaamde molair volume. Bij andere temperatuur kan je dus ook niet weten wat het is. En de temperatuur is dus eigenlijk zo. De druk is daar, de druk ook altijd bijgegeven. En de druk is altijd de standaarddruk P-spiegel. Maar die temperatuur en die druk hoef je niks mee te doen. Die is alleen maar belangrijk voor het aflezen van Binot's tabel 7. Nou ja, aflezen is een heel groot woord voor even een waarde opzoeken. Binot's tabel 7, daar zien wij op de vierde regel het molair volume staan. Dat is ook de enige die we gebruiken uit deze tabel bij scheikunde. Het molair volume, als T is 273,15 Kelvin, is dat 2,24 maar 10 tot de macht min 2 kubieke meter per mol. Hè? Die mol tot min eerste betekent gewoon per mol. Dus 1 mol is zoveel kubieke meter. Nou vind ik het heel vaak makkelijk om ook een kubieke decimeter te kennen. En kubieke meter omrekenen naar kubieke decimeter is gewoon een factor 1000 keer zoveel. 1 kubieke meter is 1000 kubieke decimeter. Dus dit getal op je 1000 kom je daarbij. Nou, zo hebben we hem ook bij een andere temperatuur. Dan is hij 298 Kelvin. De druk is hetzelfde. Dat boeit verder niet. Of je niet op de letters bent aflezen. 298 Kelvin is de waarde 2,45 van 10 tot de macht min 2 kubieke meter. Voor wat 1 mol inneemt aan ruimte. Of keer 1000, 24,5. Ik heb de getallen even afgerond naar 3 significante cijfers. Dat moet je wel minimaal meenemen. Je kan natuurlijk ook nog wat nauwkeuriger mee pakken. We gaan even naar 2 voorbeeldopgaven kijken. Het is heel simpel. We gaan het vooral toevoegen aan het repertoire bij als we rekenen naar reacties. Dan is dit een extra stap, het rekenen met molair volume. Maar we beginnen even simpel met gewoon dit soort opgaven. De vraag is bijvoorbeeld hoeveel mol bevat 4,7 kubieke decimeter CO2. En dan staat er dus een druk en een temperatuur en een druk. Dit geldt tot en met je eindexamen kan je deze truc wel gebruiken. Als er een temperatuur en een druk in de opgave staat, ik betekent niet dat je mee moet rekenen. Doen we nooit een scheikunde op de middelbare school. Betekent wel dat dit, het molair volume, zeer waarschijnlijk moet worden gebruikt bij de rekenopgave. Eigenlijk zeker weten.
Dus temperatuur en druk gegeven, weet je al een beetje, heb je al een hint wat je moet gaan doen. Nou, kubieke decimeter en mol, dus dat ga ik even met de tabel zetten, kubieke decimeter en mol. Wat ga ik doen? Ik ga naar binnenste tabel 7. De temperatuur is 273,15 Kelvin, dan weet ik dat 1 mol een bepaald volume heeft. Namelijk 2,24 maal 10 tot de macht min 2 kubieke, maar nou ja, gewoon zo meteen, kubieke meter per mol. Als ik dat keer 1000 doe, dan kom ik de kubieke decimeter, zet ik om naar de kubieke decimeter. En dan is het 22,4 kubieke decimeter per 1 mol. Dus 1 mol aan deeltjes, aan CO2-moleculen, heeft altijd een vast volume. Maar dat geldt ook voor 1 mol ozonmoleculen. Dat zijn heel andere, maar ook 1 mol waterstofmoleculen. Allemaal hetzelfde volume. En die kan ik gewoon invullen bij terwijl 1 mol. Is dit het volume van? Nu heb ik 4,7 kubieke decimeter. En dat is dan blijkbaar, als je hem uitreken, 0,21 kubieke decimeter. Oh, doe ik hem verkeerd om wat stuf zeg. Nou, we hebben dus 4,7 kubieke decimeter, de CO2. En dan is dus het aantal mol wat erin zit 0,21 mol. En dit is ook meteen met de juiste significantie. Deze is 2 significante cijfers, deze ook 2, want de 0 voor het getal telt niet mee. En dan heb ik hem zo goed gedaan. Ga ik naar de 2. Bereken het volume van 23 mol ozon in kubieke meter. Dus hoeveel kubieke meter is het volume van 23 mol ozon? Bij T is 298 Kelvin. En de druk is de standaarddruk. Maar temperatuur en druk zie ik, dus ik weet, tabel 7 erbij pakken, die zal ik wel weer nodig hebben. En daar kan ik bij 298 Kelvin aflezen dat het volume 2,45 x 10 tot de macht min 2 kubieke meter is, of 1 mol inneemt. Dus het molair volume, kan ik hier ook even bijzetten, het molair volume is nu gelijk aan 2,45 x 10 tot de macht min 2 kubieke meter per mol. Ja, ik ga nu gewoon een kubieke meter mol houden, want ja, dat is ook de vraag in kubieke meter. Dus 1 mol is 2,45 maal 10 tot de macht min 2 kubieke meter. En nu heb ik 23 mol. Yes, nu heb ik hem in één keer goed gedaan. 23 mol kan ik uitrekenen hoeveel kubieke meter dat is. En dat is blijkbaar 0,56 kubieke meter. Keer 23, deze ook keer 23. En daarbij eraan, deze 2 significante cijfers, antwoord is ook een 2. En zo is die juist gedaan. En dit is dus heel simpel, gewoon rekenen met het molair volume. Binnenste wel 7 erbij pakken, tabelletje maken en je kan het omrekenen naar elkaar. Succes met de opgave!